Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Joost Heijkers, hydroloog bij de Stichtse Rijnlanden en medegeestelijk vader van deze benchmark. Nou, ik hoop dat we allemaal een interessante presentatie tegemoet gaan. Dankjewel Joost. Ik dacht bijna dat je wilde zeggen geestelijk vader van 3DI, maar dat is... Misschien qua ideeën, hopelijk. Fijn dat wij hier een verhaal mogen houden. Ik sta hier natuurlijk namens een heel consortium. Dat is Nelen Schuurmans, Deltares, maar ook Guus Stelling Hydraulics als makers van 3DI. Ik had mij al verder voorgesteld, dus dat hoeft niet meer. Even de inhoud van wat ik aan jullie wil vertellen. En waar we hopelijk ook wat interactie over gaan krijgen, want ik wil niet alleen maar eenrichtingsverkeer. Ik vertel een aantal hoofdpunten uit de achtergrond van het model. Dan heb ik het over de gebruik- en ontwikkelorganisatie. En daarna wil ik echt meer naar de cases toe. En hoe ik het eigenlijk op heb gedeeld is dat ik sowieso stil wil staan bij de case Kokenge. Nou, zoals Astrid net al aangaf, zijn wij daar 2 jaar geleden of 1 jaar geleden... hebben wij daar heel veel gedaan hier in dat gebied. Daarnaast richt ik me ook op, ik heb eigenlijk het zo ingedeeld dat we kijken naar verschillende doelgroepen. Dus ik heb een doelgroep publiek, een doelgroep de hydroloog en ik heb ook een doelgroep calamiteitenorganisatie en bestuurders. En daar heb ik eigenlijk de boel, de cases aan opgehangen. En ik sluit af met een demo, save the best for last. En een beetje om natuurlijk een beetje spanning in te bouwen, want anders is het allemaal zo makkelijk als je het vooraf al op een sheet hebt staan. Hè? Eerst een stukje achtergrond. Nou, zoals zojuist al geïntroduceerd, is 3DI door 3 partijen ontwikkeld. Daarnaast zijn er natuurlijk heel veel waterschappen bij betrokken geweest. De launching customers als eerste om te noemen, dat is Delfland en Hollands Noorderkwartier. En natuurlijk daarnaast ook heel veel andere waterschappen die eens eenmalig een case study hebben gedaan. Bij al onze informatiesessies zijn geweest. En wat we eigenlijk zien, gisteren kregen we goed nieuws uit Friesland. Ook Wetterskip nu zijn hele gebied in 3DI gaat zetten. Zo zijn er al diverse waterschappen. Pil- en Maasvallei. De zojuist genoemde launching customers. En een heel aantal gemeentes die nu al 3DI gebruiken. Dus daar zijn we natuurlijk heel, heel blij mee. Nou, ten eerste, wat toch duidelijk moet zijn. 3DI is een 0D, 1D, 2D model. En die componenten die zijn gekoppeld. Wij in onze uiting en communicatie komen wij vaak met alleen die 2D-component. Want ja, dat stroomt wel zo mooi en dat blauwe en dat is natuurlijk sterk in de communicatie. Maar daarnaast hebben wij dus 1D. Nou, je ziet hier een deel van de riolering van Den Haag. Met persleidingen, alles eigenlijk erop en eraan zit in 3DI. Daarnaast hebben we ook 0D. Dus als we het water niet via het maaiveld bijvoorbeeld een riolering in laten stromen, kunnen wij ook altijd nog voor bakjes kiezen. Dus in die zin is het, ja, zijn wij ook redelijk flexibel. En zeggen we ook van, ja, we hebben een model met een aantal hele mooie kenmerken. Maar uiteindelijk hebben we natuurlijk een bepaalde toepassing. En daarbij moet je die tools eigenlijk op een goede manier inzetten. En dat is eigenlijk ook de kunst van het modelleren. Ik denk toch belangrijk om die 2 uit elkaar te houden. We hebben een stuk software, modelcode. En dan heb je nog de modelleur en de data die er wat van moet maken. Subgrids is een ander heel belangrijk kenmerk van 3DI. Nou, er zitten hier een heel aantal mensen in de zaal die daar veel meer van af weten dan ik. Nicolette Volop en professor Stelling himself. Dus ik stel voor dat ik daar niet al te diep op inga. Maar even in de kern, wat is als gebruiker interessant? Is dat ik eigenlijk bij modellen die gewoon zeg maar 1-op-1 een rekengrid en een datagrid hebben. Als je gedetailleerder gaat, ja, dan moeten er meer punten doorgerekend worden. Dus dan neemt eigenlijk je snelheid lineair af. Nou, bij subgrids is er eigenlijk iets moois aan de hand. Dat je nauwkeurigheid weliswaar ietsje af kan nemen bij meer snelheid. Maar veel minder snel dan eigenlijk die oudere niet met subgrid modellen. Nou, dat is hier nog even een plaatje samengevat. Subgrids zijn eigenlijk, je hebt een datalaag, daar zitten alle details in. Hier is even een voorbeeld van een hoogtekaart aangegeven. Dat kan een halve bij een halve meter zijn. En ik heb een rekengrid, een rekenrooster, die een grotere resolutie heeft. En nou is het dus niet zo
dat als wij dat blokje gaan doorrekenen qua volume en momentumbalans, dat we dan het gemiddelde nemen van al die waarden. Dus daar zit een hele slimme tabellering in, dat je toch die details die relevant zijn, toch meeneemt. Nou, 3DI richt zich ook op meerdere doelgroepen. Ik heb het net al aangegeven, calamiteitenorganisaties, waar het dus ook voor bestuurders begrijpelijk moet zijn wat je aan het berekenen bent. En eigenlijk ook heel sterk een communicatiemodel is. Maar ook voor de hydrologen, want het moet wel kloppen. En het is zeer nauwkeurig. Misschien dat ik net nog in die Spotify-metafoor, eigenlijk, ik hoorde mezelf zeggen van het is nauwkeurig genoeg, hè, goed genoeg. Nee, het is heel nauwkeurig en ook nog eens communicatief. Dus dat is toch wel iets wat ik wil benadrukken. En natuurlijk ook naar het publiek toe. Dat is ook een doelgroep. En dat hebben we eigenlijk al heel mooi gezien in Kokengen. Hoe neem je nou zo'n groep mensen mee die een bepaald idee in zijn hoofd heeft? Van hey, het ligt daaraan, het waterschap heeft gebiedsvreemd water het polder in laten stromen. En dat toch met die mensen samen eigenlijk een beeld creëren waar je op door kunt borduren. Ander belangrijk kenmerk is databeheer. En daar kom ik toch weer op die Spotify-vergelijking terug. Het is echt best wel revolutionair dat wij dat wij modellen eigenlijk helemaal via de cloud inchecken, de datacontroles bijhouden, ook nieuwe modelversies bijhouden, weer terug kunnen gaan naar een oude modelversie, ook die resultaten weer kunnen ontsluiten, ook weer naar je lokale computer kunnen halen. In die zin is er eigenlijk, vind ik zelf, ook als omdat ik natuurlijk ook veel projecten doe, vind ik eigenlijk dat hele informatieraamwerk eromheen eigenlijk net minstens zo revolutionair als die subgridtechniek. Want iedereen weet die projecten heeft gedaan bij waterschappen of als adviseur, is dat je altijd weer eigenlijk weer opnieuw moet beginnen als je een project gaat starten. Dus je maakt die modellen toch weer opnieuw. Want ja, je weet niet wat die vorige adviseur allemaal heeft gedaan. Je weet niet wat voor data die heeft gebruikt. Die data is ook weer vernieuwd. Dus je moet hem soms vaak sowieso helemaal weggooien. Nou, 3DI heeft daar echt heel veel energie in gestoken om echt een informatieraamwerk neer te zetten. Wat dus al die versies bijhoudt en wat het ook toegankelijk maakt voor iedereen. De openheid, daar horen we ook vaak. Ik pak er gewoon een aantal dingen uit die we natuurlijk vaak ook horen. Ik hoor vaak 3DI is gesloten. Nou, dan wil ik eigenlijk even van jullie horen. Wie vindt dat? En wees niet bang hoor, steek gewoon 3DI is gesloten. Nou, dat vinden er vrij veel. Ja, in zekere zin hebben jullie natuurlijk ook gelijk. Niet alles is open aan 3DI. Maar ik wil toch graag benadrukken dat het rekenhart, dus echt de code, zeg maar, die de berekeningen doet, die is vanaf volgend jaar open source. En heel veel modellen zijn helemaal niet open source. Daar kan je helemaal niet bij die code. Het is misschien wel freeware, dat je het kan downloaden, dat het niks kost. Ik zeg ook altijd, ja, alles kost iets, alleen jij hoeft dat op dat moment niet te betalen. Dus niks is gratis. Maar goed, dat is even een andere discussie. Die code is vaak helemaal niet open. Nou, 3DI heeft dat dus wel. Maar wel specifiek voor universiteiten. Dus dat hebben we wel. En een, ja. Ja hoor, zeker. Ja, dus okay. Alleen de enige eis zal zijn dat het wel onder groen GPL is en niet blauw GPL. Dus het is wel gelijk oversteken. Je krijgt de source, ja. Maar dan moet je het systeem waarbinnen je het gebruikt ook open source laten zijn. Dat is het kenmerk van zeg maar de gewone, en heb je lessen genoeg waarbij dat niet hoeft. Maar dat is niet de bedoeling. Okay. Het is gelijk oversteken, maar dat wordt wel open source. Alleen ik wil dat graag voorzien van goede documentatie. Dat duurt even. Precies. En dan gaat u een boek over schrijven, moet ik begrijpen. Ja, in fase. Ja. Maar de bedoeling is dat tenslotte alles open source is. Alleen ja, het is een systeem in ontwikkeling. En je wil niet altijd je eigen kindje, terwijl je kind dat het nog pukkeltjes heeft, aan de wereld blootstellen. Nou, hele goede toevoeging. Ik heb me gisteren door Wietse bij laten praten, maar dit lijkt mij de laatste informatie. Dus 3DI, ja. Het is ook zo'n universiteit, dat zou heel leuk zijn. Maar als je een ander mens bent, je bent bijvoorbeeld gewoon een bejaarde en je zit thuis aan de werkvraag. Ja. Dan is het volledig vrij te pakken. Dus het is ook voor universiteiten en dus alleen voor de... Ja, maar zelfs voor de meest verschrikkelijke concurrentie van onze consortia is het gewoon beschikbaar. Ja. Dus ja, dat is misschien best wel nieuwe informatie voor velen van jullie, maar dat is dus echt wat het gewoon is.
Daarnaast zijn schematisaties natuurlijk ook volledig open. Ik heb net al het onderscheid gemaakt tussen eigenlijk de model, rekencode en wat je er dan van bakt als adviseur of modelleur. Die schematisaties die gemaakt worden in 3DI, daar kan iedereen bij. Dus daar kan je downloaden als hydroloog, die haal je naar je computer. En dan kan je eigenlijk elk kenmerk wat daarin staat, elk lijntje, elke punt, kan je zelf aanpassen. Een derde is, wat we natuurlijk wel moeten zeggen, de basisschematisaties opzetten. Dat is momenteel nog betaald. Dus een basisschematisatie neem je af bij het 3DI-consortium. En de reden daarvoor is natuurlijk dat wij ook ons businessmodel hebben. Hè, dat hoef ik ook niet onder stoelen of banken te schuiven. Maar daarnaast is het ook momenteel eigenlijk nog te ingewikkeld voor externe partijen om zo'n basisschematisatie te maken. Maar het is een hele rits aan scripts en tools die daar in de afgelopen jaar voor zijn ontwikkeld. En die zijn eigenlijk in die zin nog niet gebruiksvriendelijk. Maar ook dat zal in de toekomst, is dat de bedoeling, dat dus ook door alle bureaus gebruikt kan worden. Ik kom zo bij je terug hoor. En wat je nu eigenlijk al ziet is bij Royal Haskoning DFV, die hebben we bijvoorbeeld laatst een cursus gegeven. Daar doen wij een project mee in Ghana, in Afrika. En daar maken wij gewoon een model mee, maar die komen daarna 3DI Lab. Dus dat is even de tijdelijke constructie. Joost. Ja, ik vroeg me af, de term schematisatie. Daar hebben wij in NAI-verband ook veel discussie over. Hoe zou je die in de context van 3DI en in de context dus van openheid willen definiëren? Schematisatie definiëren. Nou, ik zie eigenlijk een schematisatie als, je hebt ten eerste de data van een gebied en ik heb een probleem. Dus, en daar komt een onderzoeksvraag uit voort. En mijn schematisatie is eigenlijk hoe ik die data heb gebruikt in het format van de modelcode en alle functionaliteiten die daarin zitten, om die doelstelling, zeg maar, die onderzoeksvraag te beantwoorden. Dus om maar eens een voorbeeld te geven, als ik kijk naar die case Kokenge, ik loop nu al een beetje voor wat ik eigenlijk nog wilde vertellen, maar goed, dat maakt niet uit. We hadden daar puur met een publieksevenement te maken. Dus wat wij eigenlijk wilden is gewoon puur stap 1, kunnen wij nou reproduceren wat daar gebeurd is? Het was geen model waar wij bijvoorbeeld een MBW-toetsing mee aan zouden bevelen. Heel erg gekozen bij dat doel. En daarom hadden we daar bijvoorbeeld ook helemaal geen infiltratie en interceptie meegenomen. Want als de 138 mm valt, dan kan je wel voorstellen dat eigenlijk die bodemdrainage niet echt meer significant is. En ja, als je weinig tijd hebt om het te maken, dan maak je daar keuzes in. Dus dat is voor mij typisch wat dan een schematisatie is. Ik weet niet of dat duidelijk is. Nee, voor mij blijft het dan wel, jullie zetten die basisschematisatie dan op. Dat is die model. Ja. Prima plan. Maar dat betekent dat een ander adviesbureau die normaal gesproken nadenkt over wat wil ik er wel in, wat wil ik er niet in, die geeft die beslissingsbevoegdheid dan, als we die in gaan gebruiken aan jullie, klopt dat? Want daar voel ik me niet veilig bij als ik vervolgens op basis van jullie keuzes, en jullie zijn een goed bureau, dus waarschijnlijk gaat het goed, maar ik weet het niet zeker, ga presenteren richting de opdrachtgever en zeggen ja, het zal wel goed zijn, want die jongens zijn misschien schimmels, dat zijn goede gasten, die weten het pas wel, maar ik weet eigenlijk niet wat er gebeurd is. Ja, dat is een heel goed punt, want kijk, zie je een beetje, het is misschien, ja, ik weet niet of het een goede vergelijking is, maar zo'n basisschematisatie is eigenlijk een soort stamcel, zeg maar. Hè? Dus die kan nog alle kanten op. Dus daar zetten wij gewoon de echte basis in, de watergangen, de kunstwerken, de bodemlagen. Daar staat alles klaar. En daarmee kan je dus vervolgens als adviseur mee aan de slag. Dan zeg je nou, ik laat die ene laag maar eens even weg. Of ik maak toch een wat groter rekengrid, omdat ik wat meer tijd nodig heb. Dus in die zin kan je daar nog alle kanten mee op. Dus eigenlijk proberen we daar nog een beetje objectief, zeg maar, een model te maken. En er nog niet heel erg bij één specifieke case te halen. En daarom zullen die basismodellen ook over het algemeen redelijk gedetailleerd zijn. Want je wil daar wel alles in hebben om later ook de mogelijkheid te hebben om nog alle kanten op te kunnen. Peter. In toevoeging op wat deze meneer zegt, is dat hij een opdracht werkt van de opdrachtgever. Dus hij heeft geen contact met jullie in deze. Dus die basisschematisaties die zitten bij een opdrachtgever, bijvoorbeeld bij een waterschap. En misschien ons maakt de basisschematisatie, maar volgens kunnen andere bureaus ermee gaan reguleren. Dus nu is het direct met een ander consultant. Nou, soms ook wel, als de opgegeven zegt van nou ga dat maar samen met hun doen. Maar kijk, je koopt een Renault, koop je bij de Renault dealer, maar je kan hem overal laten onderhouden. Iedereen kan eraan sleutelen. Ik denk dat beeld moet je toch een beetje vast proberen te houden. Ik bedoel, als ik
nadenken. De term schematisatie, bedoel jij daarmee een specifieke ruimtetijd? Ik ga toch even jargon gebruiken helaas. Bedoel je daar een ruimtetijddiscretisatie plus parametrisatie plus handvoorwaardenmeting? Want hoe verhoudt zich dat dan tot het feit dat je op het moment dat je je ruimtediscretisatie vaststelt, zul je bijvoorbeeld weerstanden moeten inschatten van een drainagemiddel of een maaiveld? Ja. Die zijn bijvoorbeeld schaalafhankelijk. Ja, dan kom je toch op het moment dat je bijvoorbeeld bij Nederland Schuurmans de calibratie neerzet en vervolgens gaan een andere consultant ermee verder, dan kom je gewoon in problemen, denk ik, potentieel. Nou, welke problemen zie je dan? Ja, dat je met iets, met een uitgangspunt moet werken, waar je zelf dus niet de hand in hebt gehad, waarvan het heel lastig wordt van, ja, hoe moet ik nou die resultaten bij? Op het moment dat ik bijvoorbeeld mijn tijddiscretisatie of mijn ruimtediscretisatie ga aanpassen. Dus ja, maar die kan je zelf weer aanpassen. Wil ik eigenlijk zeggen. Oké. Voor mij althans, hè. Dat is goed. Dat kan een andere mensen anders ook denken. Reactie uit de zaal. Dat komt rechtstreeks van de data. Inderdaad, wat je zegt van randvoorwaarden, forceringen, wrijvingsrasters, wat dan ook, dat hoort deels bij calibratie. Maar elk extern bureau kan dat allemaal zelf kiezen. Dus in principe kan je elke keus overroelen op het moment dat jij een ander doel hebt met je project. Dus je kan de andere randvoorwaarden aankoppelen, je kan andere rooster afmetingen kiezen, je kan zeggen ik wil altijd 1D eruit, ik wil juist, het is alleen de eerste slag in data, dus de eerste 80% die een soort van onafhankelijk is van je doel, die is gedaan. En daarna kan je elke keus opnieuw maken. Dus je hebt eigenlijk nog heel veel vrijheid hoor, het is, je kan, in die zin is het niet zo heel veel anders, alleen het, basis, ik denk ook even, dit is even wat het is, hè? Ik bedoel, ja. Nee, ik zeg ook heel eerlijk, als je daar niet mee wil werken, dan moet je 3DI niet nemen, zeg maar. Dus. Mijn uitgangspunt bij 3DI is over het algemeen, is uitgaat van eigenlijk het meest fijnmazige wat je tot je beschikking hebt, het AHR. Het AHN3 of het. En daarbij kun je per pixel als je wilt, kun je per pixel ook nog het soort oppervlak bepalen. Is het gras, is het dit, is het dat. En vervolgens, wanneer het meer definitieve schematisatie wordt gekozen, gaat dat heel snel. Je kunt altijd nog zeggen van ah, maak hem maar eens twee keer zo grof, dat is één druk op de knop. Of maak hem twee keer zo fijn, of maak hem zes keer zo fijn. Dat zijn allemaal drukken op de knop. Dus het uitgangspunt is gewoon. Een rooster, als we het over Nederland hebben, van 50 bij 50 centimeter resolutie. En veel fijner dan dat kan je toch niet. Dat kun je op willekeurige wijze clusteren. En die clustering kun je on the fly, het is zelfs beter dat je dat doet, want soms zitten mensen met een heel fijnmazige schematisatie die op dat moment niet zo zinvol is. Dan kan je voor de snelle gevoeligheidsanalyse even zeggen, nou maak hem maar 10 keer zo grof. Dus het is niet zo dat het al helemaal vastgelegd is, dat juist niet. Het is juist de bedoeling dat het AHN de basis is en dat je daarop heel flexibel en snel kan doen wat je wil. Ja. Bedankt. Is er genoeg over gezegd? Wil iemand anders daar nog op ingaan? Of? Ja. Ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld vanuit aardobservatie totaal andere thematische, ook fijnmazige informatie zou kunnen betrekken en die je dan als Nederlands Nederland nog niet op het netvlies hebt. Misschien maar een waterschap op een gezond niveau. Dus is die openbaarheid er dan ook om dat soort additionele informatie ook in die schematisatie te brengen? Kom je erachter als Nederlands Schuurmans? Nou ja, de laatste vraag antwoord ik even, kom je erachter? Kijk, waar wij heel erg naar op zoek zijn, is toch wel de interactie met de andere bureaus en de waterschappen aan te gaan. Dus het laatste wat wij natuurlijk willen, is dat we zeggen, nou dit is een gesloten bastion, er komt niemand meer bij, want dan schieten we ons natuurlijk zelf ook in de voet. Ik ga ervan uit dat als je daarover interacteert, dat je dan achterkomt van, hey, er is bijvoorbeeld een betere verdampingskaart beschikbaar om in het model te stoppen. Kijk, het is verder gewoon een hydrologisch model, hè? Dus al die input die zit daar in lagen in. Dus je kan daarin je bronnen kan je aanpassen en je kan je lagen aanpassen. Dus in die zin. Ik ga even verder. Misschien een volgende. Kijk, ik denk laten we gewoon maar even de noten kraken. Duur. Wie vindt 3DI duur? Nou, dat zijn er toch wel aardig veel. Nou ja, ik zal ook niet ontkennen dat het natuurlijk geld kost. Eigenlijk de vraag is van, is het het waard?
Nou, dat kunnen jullie misschien nog niet allemaal beoordelen. Gelukkig zijn er wel een heel aantal waterschappen die wel zeggen van nou, het is hem het waard. Dus daar zijn wij heel blij om. Maar laten we eens even kijken wat het dan echt kost. Basisschematisaties opzetten, dat moet je ongeveer denken als vanaf 10.000 euro. Ik wil hier niet een al te platte bijeenkomst van maken, maar het is toch even om even de ondergrens aan. Dan heb je gewoon een goed 3DI-model. Dat kan natuurlijk oplopen tot een ton of twee ton, maar dan heb je ook je hele gebied erin. En dan kan je daar elk moment mee rekenen. Dan heb je dat hele informatieraamwerk erbij. Dus dan, ja, ik wil maar zeggen, het kost geld, maar we hopen wel dat we daarvoor ook heel veel waarde bieden. Een abonnement is ook vanaf 5.000 euro. Dus dan heb je een paar gebruikers voor je waterschap die dan van het model gebruik kunnen maken. Dat kan ook in hogere mate, net als eigenlijk met je telefoongebruik. Ja, daar heb je ook een data-abonnement en die kan ook groter worden. Zet het even naast licentiekosten. Ja, dan zijn dat volgens mij gewoon eigenlijk hele bekende bedragen. Het is niet gratis, dat moet ik toch zeggen. Wat zou dan in jouw ogen de fiscal case hebben gekost die jullie voor een jaar hebben opgeleverd? Ja, dat is natuurlijk een speciale case, omdat wij daarin ook een stuk onderzoek nog mee hebben genomen in de modelontwikkeling. Dus dat was ook de afspraak van een aantal waterschappen, zeiden van nou, wij willen best wat bijdragen, maar niet zo groot als Delfland en Hollands Noorderkwartier. HDSR heeft dat gelukkig ook gedaan en nou, daar willen we er ook een case bij en dat hebben wij ook ondersteund. Ik weet niet exact hoeveel dat heeft gekost, maar ik denk als je dat nu zou willen, dus dat is eigenlijk één polder, eigenlijk op een vrij simpele manier hebben we dat geschematiseerd. Dat hebben we ook verder niet gecalibreerd. Alleen eigenlijk aan de hand van die foto's. Zou ik zeggen, ja, dan zit je echt aan die ondergrens. Dus, ja. We hebben om en nabij 50.000. 50, ja. Dus nou, dan kan je eigenlijk zeggen van dat is de helft, denk ik, een stuk ontwikkeling wat over gecommuniceerd is. En daarnaast hebben we natuurlijk ook die workshops ondersteund. En was dat voor ons er natuurlijk ook in een periode dat we echt aan het model aan het ontwikkelen waren. Maar het is eigenlijk nu zo volwassen dat je nu kan zeggen, nou, zo'n model zou je voor 15.000 euro kunnen afnemen. Dus dan, nou, bijvoorbeeld, wij zijn heel blij dat ook Hollands Noorderkwartier eigenlijk nu heeft gezegd van, nou, zet al onze polders maar in 3DI. Die willen wel al die details daarin hebben. Nou, dat gaat om 120 polders, dus het is een groot gebied. En toch om een indicatie te geven wat we daar dan voor vragen. Dat is een echte model waar alles in zit. Dat kost dan ongeveer 3 ton om je hele gebied helemaal in 3DI te zetten. Dus ja, je kan zeggen dat is duur, maar ja, ik denk je krijgt er ook een hoop voor terug. Of kan je later die basisinformatie weer achterhaald is? Hè? Ja. Op de kaart, het stelsel, 1D-projecten en zo. Ben je dan opnieuw ongeveer hetzelfde bedrag bij? Nee. Hoe werkt dat? Nou, dat kan eigenlijk weer op meerdere manieren. Je kan zeggen van nou, laat ons steeds die updates doen. Nou, dat kost ons tijd en die tijd die rekenen wij gewoon door. Sorry? En dat is de volgende optie. Je kan het ook zelf laten doen of ook bijvoorbeeld door een bureau. Maar waar wij nu bij Hollands Noorderkwartier ook hun heel erg in meenemen. Van nou, die leiden we daar ook in op. Om straks die data daar ook zelf in te kunnen aanpassen. Dus in die zin zijn wij dan eigenlijk een ondersteunende. Dat dan zelf kan, terwijl de echte basis niet bij je is. Hoe zou dat niet kunnen? Nou ja, ik neem aan dat op het moment dat je complete woonwijken veranderd zijn, of polders veranderd zijn, want hij maakt opnieuw keuzes als je die schematiseert. Ja, maar dat kan je dan dus zelf. Ik kan gewoon zeggen, nou, ik heb een nieuwe woonwijk, dus dan verandert mijn landgebruikskaart. Dat zou iets. Dat heeft iets te betekenen voor de weerstand van die pixels. Dat heeft iets te betekenen voor de infiltratie. Misschien voor de interceptie. Voor de bodemparameters. En dat kan je dan allemaal zelf aanpassen. Ja. We gaan hard in de tijd. Maar Joost, jij hebt nog een vraag. Kijk, ik ben deze dag heel open ingegaan. Ik sta nog steeds uiteraard heel open in. Maar als ik naar mijn inkoopadviseur toe moet met de vraag, wil jij aan onze directrice vragen om even 3 ton over te maken, dan vraagt zij mij, hoe is die Europese aanbesteding verlopen? Heb jij enig idee hoe die waterschappen die zomaar 3 ton mogen steken in een dergelijk traject, in het licht van de alternatieven die vandaag ook worden geschetst, hoe ze dat verkocht krijgen? En vanuit een rechtmatigheidsoogpunt. Ik
kunnen we beter aan die waterschappen zelf vragen, denk ik. Die zitten denk ik in een andere... Of iemand anders, een ander van langs je koop. Want dat vind ik, ja, ik krijg het niet verkocht. Peter, kun jij dat misschien zo zeggen? Ja, maar je zou dus wel willen, hoor ik nou, Joost. Tuurlijk. Ik sta volledig open voor je. Weet je, dat is een soort van oneindige discussie. Hè? Als je de uniciteit van een nieuw product kan aantonen, dan zijn er escapes mogelijk op inkoop. Door te zeggen van, ik ga de inkoop gunnen aan een bepaalde klant of aan een bepaalde consultant die dat product niet levert, omdat er geen ander product staat. En dan kun je ook nog op innovaties, dus je kan op een bepaalde manier innovatief aankopen. Alleen, ik ben het met je eens, dan moet ik heel eerlijk zeggen, ik vind dit een beetje een understatement dat het relatief goedkoop gebracht wordt vanaf. Weet je, dat heb je ook bij reizen, vanaf reizen, die heb je nooit. Weet je wel, je komt daar weer ergens uit waarvan je het onverwachte toch veel duurder wordt dan je aanvankelijk gehoopt had. Goed, dan is het waar, is het waard. Maar er zijn dus mogelijkheden om dat groter zeg maar, aan te besteden. Dan moet je het wel aantoonbaar kunnen uitleggen. Het zit nog deels ook op een stukje verwarring van, jongens, straks hebben we andere software al niet meer nodig en vervangt het andere instrumenten. Andere instrumenten kosten ook geld, dus je moet het wel tegen een soort van basisconcurrentie moet je het dan ook wel goed tegen afzetten. En dat is inderdaad een beetje de vraag, want zien wij ervaren dat het prijziger is dan andere systemen. En dan blijft voor ons ook altijd de vraag om samen met inkoop eruit te komen van wat is nou de uniciteit van het product. Ja. En dat is ook wat we steeds continu eigenlijk op het hameren op het Nederlands Grimlands van duidt ons van waarom is dit zo bijzonder en uniek. Ja. En dan heb je wel sturingsmechanismen om daar ook in te komen. Misschien nog een kleine aanvulling daarop is, dat er ook andere wegen, hè? Bijvoorbeeld waterschap Drents-Overijsse Delta, die heeft gewoon gezegd van nou, we hebben een paar functionele eisen. Het moet dit kunnen, het moet dit kunnen, het moet dit kunnen. We zetten dat gewoon als een aanbesteding op de markt en we vragen partijen om daar met een modelinstrument onze vragen te beantwoorden. En is dat voor ons goed afgelopen. Maar bijvoorbeeld voor waterschap Vechtstromen, die hebben het op dezelfde manier aanbesteed. Nou, die hebben wij verloren. Ja. Dat denken wij ook. Ja, dat is kijk, ik denk wel, ik ben ervan overtuigd dat de uniciteit heel goed aan te tonen is. Dat je echt met een nieuw type model aan het werken bent. Nou, ik denk dat deze dag daar ook heel belangrijk voor is. Dat we daarin ook weer die vergelijking kunnen maken. Maar er zijn andere wegen. Ja, nog 3 minuten, joh. Ja. Kijk, ik denk wel dat we. Ik vind het belangrijk om gewoon de belangrijkste vragen te behandelen. En ik merk dat dit. Ja, oké. Nou, dan gaan we eens even door die doelgroep heen. De eerste doelgroep is eigenlijk dat publiek. En daar kan ik eigenlijk direct die case van Kokkengen bij pakken. Mensen waren boos en ongerust. En het doel van onze studie was om hun voor te lichten over wat er nou eigenlijk gebeurd was. Nou, hier zien we nog een keer die neerslagsom van 138 mm. Wij zijn aan de slag gegaan om die gebeurtenis te reconstrueren in het model. Nou, daar gebruiken we de foto's voor, die Astrid al aangaf. We hadden wat metingen, we hebben natuurlijk de hoogtekaart. Dat valt al op dat heel veel data ook weer niet zo precies is als je denkt. Kijk, regen komt niet in vlakken van 2 kilometer bij 2 kilometer voorbij schuiven. Daarnaast wisten we ook die instroomlocaties niet precies. Wij zijn daar, eigenlijk hebben we het gewoon eens gekeken van nou, dit is er ongeveer gevallen. Dat hebben we op het model gezet. En verrassend genoeg kwam er eigenlijk al heel goed uit waar de wateroverlastplekken waren. Nou, we hebben dat eigenlijk wat scherp gesteld door nog wat aan die instroomlocaties te draaien. En toen hadden we eigenlijk het beeld al wat er op die foto stond. Nou, dat was eigenlijk heel goed. Eigenlijk ook niet heel raar, hè? Want als je zoveel regen hebt, dan zou ik ook zeggen, dan is vooral het maaiveld. Zal bepalen waar je wateroverlast hebt. Dus dat even over die case. Hier zijn de bekende. Maar goed, dan kan je denken als waterschapshydroloog of andere hydroloog wel afvragen. Wat zit daar nou achter, hè, achter die mooie plaatjes? Nou, daar zijn we in de afgelopen jaar heel druk mee geweest om ook die openheid te geven. En waar we dan voor kiezen is, we hebben een 3DI toolbox gemaakt voor QGIS. Internationaal zetten we 3DI ook al veel in projecten. En daar is QGIS echt een standaard. Het is ook open source. Iedereen kan het downloaden.
Daar zit een toolbox in en daar kan je elk detail uit dat model kan je gewoon raadplegen. Hier zien we even het rekengrid. Hier zie je overigens ook na subgrid heeft 3D natuurlijk ook een verfijning. He, want als die waterstand toch niet zo vlak is als je eigenlijk moet zijn bij een subgrid aanname, kunnen wij ook nog verfijnen. Dat gaat dan via quadtrees. Ja, best wel vergelijkbaar eigenlijk met flexible mesh, vind ik. Hier even op ingezoomd. Nou, hier zie je mooi hoe dan ook inderdaad die hoogtelijn eigenlijk wat meer rekenpunten krijgt. Goed, dat kost wel inderdaad wat rekentijd. Nou, is het gelukt? Nou, ik heb hier een filmpje. Dit is overigens Breukelen. Vlakbij, ja, dan hebben we precies zo'n sessie. Ik wil even zeker. En hier zie je eigenlijk hoe dat model wordt ingezet. Het moet pot dicht zien. Dus die dijk, dus het kruispuntje, dat gaat hier gewoon omhoog. Dat is mooi, man. En net een waterberg die vergraven. Dat is gewoon onzin om te bereiken. Ja, dat is die. Ja, dat we kunnen zoomen als we willen. Kijk, als ik nu de hoogte weer laat zien, dan zie je nu zie je hier de aangepaste hoogte. En gevoelsmatig mag je aannemen dat dit een relatief klein deel is van het groot geheel. Dus mijn verwachting zou zijn inderdaad dat het hier meer beter wordt dan de daad slechter. Zeg maar. Ja. Dat is een beetje. Ja, zo ga je dan met die mensen aan de slag, hè? Dus dat is ook gezamenlijke kennisontwikkeling. Dat is, ja. Ik was bij die avond, ik stond erbij, ja. Ik stond er in een hoekje te kijken. En wat ik daar zag gebeuren en wat ik dus best wel link vond, en dat is goed om 3D dan benaderen. Maar jullie stonden daar met de bewoners en jullie stonden daar het probleem op te lossen. Terwijl het model, daar stond geen riolering en alles in. En er werd hier een waterbergje bedacht en daar kon de pijl even opgezet worden en na 20 minuten was het probleem opgelost met de bewoners. Nou, dat was mooi gefixt, maar het klopte niet. Dus we gingen die avond weg en toen dacht ik wel, ja, dat is mooi en dan moet ik straks naar die bewoners en dan moet ik gaan vertellen, ja, leuk dat jullie die waterbergje daar hebben bedacht op die avond met 3DI, maar dat moet toch iets anders worden. Ja. Dus ik was niet zo, ik ging s'avonds niet zo mooi naar huis, dat ik denk, nou, dat kan ik ook niet terugdraaien wat ze daarvoor zo hebben. Ja. En dat kwam eigenlijk deels omdat dat model dus gewoon niet helemaal compleet was. En omdat je te snel aan het rekenen bent en dan nog weet, nou, het is gefixt. Ja, goed, een goede noot, absoluut. Dus het is mooi met de bewoners te praten. Maar, en dat vond ik ook, ik denk, nou ja, dat kan ook bij die bestuurders gebeuren. Dan heb je zo'n mooie display en die bestuurders gaan dan op dat moment de hydroloog spelen. Ja. Die gaan dijken leggen, ze water gaan graven. Hey, en ze zijn klaar. Ja. Nee, zeker een hele belangrijk punt wat je daar aanraakt. Het goede nieuws is wel, kijk, riolering zit er nu helemaal in. Dus ik denk ook van, ja, misschien is daar iets fout gegaan. Dat is mij de volgende keer zeg ik van, ja, je moet wel voldoende vertrouwen hebben in zo'n model. Als je natuurlijk met die gebruikers, met het publiek aan de slag gaat. En dat was blijkbaar, is dat daar niet zorgvuldig gedaan dan. Zorgen dat je een goed model hebt. Als hydroloog moet je hem zelf al snappen. Je moet je scenario's al hebben doorgerekend voordat je met. Ja. En dan moet je nog heel keen zijn als met die bewoners, als ze met ideeën komen en je gaat op dat moment dat model aanpassen en doorrekenen. Zeker. Het vraagt absoluut een andere dynamiek, een andere manier van werken. En je hebt helemaal een heel goed punt. Dat is echt iets waar we goed op moeten letten. Ik probeerde daarnaast ook altijd wel af te zetten van hoe deden we het vroeger. Hè? Kwam die informatie dan wel over die we tegen die mensen vertelden? Dus waar ik heel erg in geloof is die interactie, maar dan moet het wel gebeuren op basis van accurate modellen. En dat is zeker een heel goed punt. Ja, en die twee moeten met elkaar communiceren. En daar helpt dit bij, is mijn overtuiging. Ja. Heel graag. We hebben nog 1 minuut. We hebben nog 1 minuut. Van de Oosterschelde en dat soort zaken, van heel Zeeland, van die modellen waren waardeloos. De enige reden dat Rijkswaterstaat ze in stand hield, kun je lezen in de memoires van hoge waterstaatsmensen uit de tijd van de Delta Ramp en zo, was dat het zo goed communiceren. Ja. Mag ik nog 1 beeld afsluiten? Want ik wil jullie toch nog even laten zien hoe ziet die hydrologen interface eruit. Omdat ik denk hier voornamelijk hydrologen in de zaal zitten. Sideviews, grafieken, je kan er alles mee.
En dit is dan weer even die publieksinterface. En daar gaan we dan ook in zo'n project als bijvoorbeeld wat we nu voor Hollands Noorderkwartier, maar ook voor Wetterskip gaan doen, gaan we ook met die gebiedsbeheerders eens kijken van, hey, stroomt dat water nou eigenlijk de goede kant op? Nou, als je de reactie van die mensen hoort, die denken, hè, eindelijk mag ik ook eens wat zien van die modellen. Dus dat is toch denk ik wel even iets wat ik nog graag wil laten zien. Ja, ik had ook een hele demo voorbereid, waar ik dan een dijk zou laten doorbreken, gemalen aan en uit zou zetten. Helaas, dat wordt de volgende keer. Bedankt.